Hoe krijg je nou een vrachtwagen door een steeg? Want op zich werk je 9 maanden toe naar het persmoment. Niet te verwarren met een persmoment. En eigenlijk deed ik het voor Kiki. Van kijk, zo moet je testen. En er kwamen echt binnen een paar seconden 2 streepjes. Dus die verwacht ik niet meer. En ik was wel eventjes een klein beetje paniek en ongerust had ik. Ik hoorde een soort brommetje. Kalk. Oh jee. Moeten we dan beginnen met excuses maken voor het brommetje? Stoort het je? Beetje. Beetje wel. Jou? Uiteraard stoort dit mij. Maar ik weet niet hoe we het moeten oplossen. Dus we beginnen met dit. Wat leuk dat je luistert of kijkt naar deze show. Bijna elke vrijdag, maar zondag kan ook. Soms is het saai, maar soms word je zomaar verrast. Zoek je naar inhoud of minstens een beetje diepgang. Ben je niet aan het juiste adres, ben ik bang. Dit is de Ik en Simon Videopodcast. Op tijd, toch? Net. Was mijn briefje vergeten. Want we gaan Nederlands praten, toch? Dat is wel zo wilde ik het vragen. Beleefd voor de mensen. Ja, zeker. Wil je mijn koffie geven? Die staat daar. Vraag je me wel net. Oh jee. Dank u. Proost. Cheers. Even uitleggen, lieve mensen. Dit is een vrij spontane actie. Die hele leader wat je net hoorde, daar klopt ook helemaal niks meer van. Want ik zeg daar, een podcast elke vrijdag of zondag, dat is natuurlijk al lang niet meer aan de hand. Ook zeggen we dat er weinig inhoud is. Nou, dat is natuurlijk ook niet aan, volop inhoud, denk ik wel. Uiteraard. Super diepgaand verhaal dit. Maar wij hadden thuis een gesprek over dat we vorig jaar Een terugblik deden op het jaar, een beetje vooruitkijken, zoals dat gaat in december. En daar kregen we hele leuke reacties op. En toen zeiden we, ja, het is misschien wel tijd ook voor een update, want hoe bijzonder is deze tijd, Annemarie? Nou, je bent een tikkende tijdbom. Dat klopt. Je kan elk moment, het ook echt. Je kan elk moment ontploffen. Nee, dit is echt de meest bijzondere tijd uit ons leven, denk ik. Nou, dan doe je wel een beetje de eerste zwangerschap tekort. Ja, oké. Een zwangerschap, laat ik het inderdaad, dit zeg ik niet goed. Had ik bij Kiki al en nu heb ik het weer. En ik had eigenlijk nooit gedacht dat het weer allemaal zo indrukwekkend zou zijn en spannend en bijzonder en ja, eigenlijk kan ik er nu echt van genieten. Dat kon ik bij Kiki wat moeilijker. Eens. En als je dit mag meemaken, 1, 2, misschien sommige mensen 3 keer, sommige, dat is gewoon een hele bijzonder iets. Ja, en ik vind ook dat dit het verdient om vastgelegd te worden. Even uitleggen, in 2017 werd Kiki geboren en in dat jaar vlogde ik en Nick ook op ons Nick en Simon kanaal een jaar lang. Dus elke week een update van wat het leven inhield van ons op dat moment. Dat vinden wij zelf nu zo mooi om terug te zien, want het is gewoon een videodagboek van het jaar waarin je ouders wordt. Dat is dit jaar op veel minder regelmatigere basis, ik heb geen idee of ik dit goed zeg, gebeurt. En dat is toch wel jammer. Want ook nu wil je dit vastleggen om later te kunnen zien. Dus die optelsom maakt dat wij hebben besloten om nu gewoon te gaan zitten onvoorbereid. Ik heb een paar steekwoorden opgeschreven. De eerste is trouwens koptelefoon. Want ik zag we hebben met z'n tweeën zitten was epi en epi met een koptelefoon op. Maar dat hoeft. Ik heb niks voorbereid, dus ik heb ook geen instartjes. Dus jij mag hem sowieso afdoen als je dat liever wil. Want je kan me verstaan. Ja, dat klopt. Ik hou hem even op, want misschien valt audio uit en dan kan ik dat opmerken. Dat is 1. Afgevinkt.
ja, we willen een update geven. Dus een terugblik, hoe was... Dit jaar. Nou, om te beginnen eventjes, zaten we hier vorig jaar inderdaad ook zo. En er is een hoop gebeurd, want ik zit hier nu hoogzwanger. Ja, ik kan me herinneren dat een van de onderwerpen die we toen bespraken, de irritante vraag was, wanneer komt een tweede kind? Klopt, en in elke Q&A werd die vraag meerdere malen gesteld en mensen vragen het ook gewoon aan je. En volgens mij gaf ik toen ook al aan dat ik dat gewoon niet passend vond. En iedereen is daar natuurlijk anders in. Maar ja, omdat wij wilden het ook al wel graag. Dus dan doet dat ook een beetje pijn. Ja, de eerste periode na Kiki zijn we daar niet mee bezig geweest. Maar vanaf dat Kiki 2,5-3 was, bedachten we... Ja, een broertje of zusje zou mooi zijn. En, maar het stellen van de vraag... Er zit dan af en toe zo'n ondertoon in van... Nou, het wordt wel tijd, hè? Dat. Inderdaad. En dat is een heel vervelende ondertoon. En sommige mensen vinden het prima om daar open over te zijn. En, maar dat voel je dan ook wel aan, denk ik. Als iemand daar open over is. Maar goed, als iemand dat dus niet is... En ik heb daar heel veel reacties ook over gehad van vrouwen... Die dat ook zo voelde. Dat eigenlijk... Not done is. Precies. Maar goed, we zijn nu een jaar verder. Ja, en we zijn ook open geweest over het feit dat... Dat het ons niet meteen gegeven was. Niet zoals bij Kiki. Nee. En er kwam nog, het was een soort, toch een beetje een soort van een rollercoastertje. Omdat er nog iets bij mij weer gevonden. Iets vervelends aan het licht kwam. Maar achteraf was dat allemaal onschuldig, gelukkig. Ja, zullen we heel kort en bondig proberen uit te leggen wat dat was? Annemarie, die heeft 10 jaar geleden een adenoom in haar lever gehad die moest worden verwijderd, omdat niet duidelijk was of dat ooit kwaadaardig zou kunnen worden. Uiteindelijk, na het verwijderen daarvan, bleek het onschuldig. Maar goed, het is een opluchting om dan te weten, oké, dat wat er niet hoort is weg. Uit voorzorg heb jij je vaak laten scannen. Om het even plat te zeggen. En echo's laten maken. En dat deed je vorig jaar ook. Toen werd er weer iets gevonden. Twee dingetjes zelfs. En er werd weer verwacht dat het adenomen waren. Dus wij gingen er een beetje van uit dat we weer, jij in ieder geval, weer een hels traject in zou gaan. Want de revalidatie daarvoor rekenen ze een jaar. Terwijl wij in ons hoofd het plan hadden om voor een kindje te gaan. En dan word je helemaal de andere kant op gegooid qua gevoel. Toen op de dag, begrijp vooral in als ik iets niet correct vertel. Nee, laat je lekker... Op de dag dat wij dachten een telefoontje te krijgen over het behandelplan. Van je gaat dan en dan worden geopereerd en er moet weer een stuk lever worden verwijderd. En dat was ook gek genoeg op de dag af 10 jaar na dato dat ik die operatie... 19 mei dus, ja. Was dat. Wat? Kwam er een heel ander telefoontje. Er was een second opinion gedaan. En het bleken FNH's te zijn. Even voor alle deskundigen onder alle kijkers. En dat blijkt de meest onschuldige verdikking denkbaar in het lichaam. Dus eigenlijk werd ons tijdens dat telefoontje verteld. Hey, joh, no worries, niks aan de hand. Dus dat voelde als het winnen van de grootste loterij denkbaar. Zeker weet. Ja, dus onze plannen voor een kleintje... Mochten we voortzetten. Konden toch worden voortgezet. Ja. En nu is het gewoon bijna zover. Heel onwerkelijk. En heel spannend. Ja. En het voelt echt, omdat Kiki is alweer 4,5. Dus het voelt ook echt... Ja, ik ben ook veel vergeten. Ik weet nog wel dat het eerste jaar vooral ook heel heftig is geweest toen. Maar ja, baby's hebben nou eenmaal iets meer zorg nodig dan Kiki bijvoorbeeld.
dat vind ik dus... Terugkijkend hadden we dus... in onze meest ideale wereld... al een jaartje eerder op dit punt geweest. Mm-hmm. Maar het leven loopt zoals het loopt. Kiki gaat nu naar school. Kiki weet exact wat er allemaal aan de hand is. Is er ontzettend klaar voor. Ik vind het nu achteraf gezien een heel prettige tijd die ertussen zit. Want omdat Kiki op school is, hebben wij overdag weer focus op een baby. Ja, kun je de aandacht... Het is ook niet extreem. Het is een extreem groot verschil. Nee, jij en jouw zus. Nee. Ja. Exact 4,5 jaar ook. Ja, klopt. En dat is altijd... ik wist niet beter en dat was leuk. En ja. Mijn zus vond het soms iets minder leuk. Oh. Maar goed. Klein irritante zusje. Jij? Dat vond zij. Dat kan ik me natuurlijk ook echt niet voorstellen. Maar goed. Nee, we hebben er... Kiki heeft er denk ik misschien nog wel het allermeeste zin in. Ja, Kiki zegt elke dag... Ik heb zo'n zin om grote zus te worden. En ja, elke dag praat ze tegen de buik. Vertelt ze wat die dag gebeurt en aan de hand is. Ondertussen kijk ik even naar mijn beeldscherm. Oké, ik denk dat alles nog goed gaat. Kiki die wil alles aan de baby al vertellen. Van de Sinterklaasperiode. Van dat er rond de kerst dat ze dan uit de buik komt. Hoe vindt ze nog wel een discutabel iets? Ze weet nog niet. Oh, ja. Maar hoe komt de baby dan uit de buik, mama? Ja, nou ja, daar ben ik wel gewoon eerlijk in. Ja. Maar goed, ik... Maar dat snapt ze niet goed. En dat begrijp ik, want ik snap het zelf ook niet. Hoe krijg je nou een vrachtwagen door een steeg? Ja. Want dat is wat er aan de hand is. Maar goed, dat mag jij oplossen. Over terugblikken nog gesproken. Vorige maand was leuk. Was het vorige maand? Ja, ruim een maand geleden alweer. Vertel. Ruim. Was oktober. Nou, maakt niet uit. Toen gingen we nog op een babymoon. Ja, en heet het nog een babymoon? Vraag aan de kijkers. Heet het nog een, en luisteraars, heet het nog een babymoon als er al een kind in het spel is? Heet het dan... Misschien als je wel dan met z'n tweeën weggaat. Oh ja, we hadden Kiki thuis moeten laten. Ja, maar dat is geen optie. Dat hebben we een beetje gefilmd ook, wat beelden geschoten. Maar we wilden vooral genieten van de vakantie daar. Dus het is niet echt een heel rond verhaal gebleken. Maar het is misschien wel leuk. En jij werd nog ziek ook de laatste paar dagen. Ik werd nog ziek ook, heerlijk. En dan ben je bang voor dat het corona is. Toen was ik blij zeg met de test dat het geen corona bleek te zijn. Niet normaal. Toen konden we gelukkig toch terug. Side note, maar ik zeg het omdat het misschien wel leuk is om dan nu die beelden, want het is toch een niet reguliere podcast dit, om dan nu die beelden er even in te gooien. Het is nou ook alweer een babymoon. De laatste vakantie, vind je dat de baby komt? Dit is de laatste vakantie met de baby in de buik. Gaat de baby dood uit? Niet meteen na de vakantie. Gaat de baby al bijna uit? Ja, in de winter. Is het ook al bijna Christmas? It's almost Christmas. What do you think is in mommy's tummy? A boy or a girl? Boy. Really? And what do you want it to be? A boy or a girl? Boy. Echt? Why? Because I am a sister. Jij bent een zus, hè? En nou wil je een broertje. Wat leuk. Jij ook. Ik wil ook wel dat die jongetje is. But what if it's a girl? Dan maakt het niet uit. Oké. Waar zijn in? Als we iemand er binnen wel. Zeker. Knip nou eens in je vingers.
Wauw, lekker. Ibiza! Het was snel toch? Zitten we dan? Kiki slaapt. We hebben pizza gegeten. Dus je kan wel spreken van een baby moon. Wat heb ik jou daar? Dat is toch iets anders als de eerste. Ja. Dus dat ik wel straks bij night denk. Dat was gewoon in en al romantiek natuurlijk. Ja. Niet zitten waaien. En nou is het een witte badjas aan. Inderdaad. Een pizza tussen je tanden. En een klein meisje die... Die niet kan slapen. Nee, maar die ook geen inkeer een gesprek laat afmaken. Of een romantisch moment gunt. Goedemorgen. Ik voel me... Ja? Als een mijlpaard, olifant. Oké. Is deze erg veel aars? Deze is van qua hoe ik me voel wel erg aars. Want? Ik ken gewoon veel minder, veel sneller. Love. Geen energie. Goed. Het scant normaal te wezen, het waarde keier. Dus jij hebt niet zoveel aan me. Nou, dat zou ik niet zeggen. Is het warm? Is het warm of koud? Ja. Het is zo koud. Zo ziet het er niet uit. No, normalmente sí que hay un poquito de verano, pero creo que hemos tenido dos semanas. ¿Te imaginas? No, no me lo imagino. No. Wil je veel ondertiteling doen voor mij? Wat doe jij mij naar film? Waar ging dit nou om? Het weer? Over het weer en over Ibiza. Maar even echt over het weer gesproken. Het is dus eind oktober en het is hier nu 25 graden. Lieve mensen, wat is Ibiza toch fantastisch. Alleen al op dat gebied. Goedemorgen. Goedemorgen. Weer ingepakt. Hè? Hoe voel je je nou? Met alles ingepakt. En klaar om naar huis te gaan. Baby! Wil je ook naar huis, Kiki? Ja. Wil je liever nog op vakantie blijven of naar huis? Naar huis. Nou, mooi zoei. Nou, wat was dat mooi, hè? Nou, nee, maar het was echt... Ook elke keer dat ik... Het is nu gewoon heel makkelijk met Kiki. Die tijden die zijn gewoon anders als een kind klein is. Dan moet je de hele dag achteraan. Nou ja, mensen met kinderen weten wel wat we bedoelen. Dus het is zo makkelijk nu. En daar ben ik wel even een paar keer bij stilgestaan. Ook tijdens die laatste vakantie met z'n drietjes. Het is gewoon zo... Ja, gekke gedachte dat je dan met z'n vieren straks bent. Je bedoelt dat de rust straks weer weg is. Nou ja, wat nu prettig is. Toen met Kiki, dan denk je gewoon, oké, dit is het nieuwe leven. En dan, ja. Ons leven is weg.
Kiki was niet het makkelijkste babytje. Slaaptechnisch en dat soort dingen. Maar wij weten nu dat het goed komt. Dat het allemaal fases zijn. Ja, dus daarom sta ik er ook heel anders in. En toen was het... als je voor de eerste keer zwanger bent, ben je onwetend. En je hoort wel van mensen om je heen hoe die het dan ervaren. Maar zelf ervaar je het weer heel anders. Want er is heel veel tegen ons gezegd waar wij het niet mee eens zijn, toch? Zoals? Nou, bijvoorbeeld reizen. Dat ja, zei iedereen dan, ja, oh, vanaf dat kan nu, niet meer. Vanaf nu gaan jullie voor altijd naar een familiecamping. Dat werd ons verteld. Ja, of het zal nog meer hetzelfde zijn. Nee, het is niet meer hetzelfde, maar het is wel veel leuker, toch? Het is gewoon anders. Ja, anders. En heel leuk. Maar een kind houdt niet in dat je nooit meer iets van de wereld kunt zien. Ja, dat bepaal je zelf. Daar zijn we achter gekomen. Maar om nog even op terug te komen, in die zwangerschap stond ik heel angstig en onzeker. En echt tot aan het einde nog. Want ik weet nog, toen ik eindelijk mocht gaan persen, het moment was daar. En toen nog dacht ik, ben ik hier wel klaar voor? Ja, die wil ik uitleggen. Annemarie werd ingeleid. En er werd een schatting gedaan, nou, rond 8 uur vanavond zul je 10 centimeter ontsluiting hebben. En voor mensen die daar niet van op hoogte zijn, dan mag je persen. Ja. En dat bleek een uurtje eerder te zijn. Dus om 7 uur, als ik kan het mis hebben, rond 7 uur 's avonds zeiden ze, nou meid, je hebt 10 centimeter ontsluiting, je mag gaan persen. Maar Annemarie had in haar hoofd 8 uur geprent. 8 uur ga ik persen en geen minuut eerder. Dus ze zei gewoon heel bloedserieus dat ze er niet aan toe was en dat ze het niet zou doen. En ik weet nog heel goed dat de verpleegster zei, nou meid, ik doe dit werk nu 32 jaar. Ja. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Want op zich werk je 9 maanden toe naar het persmoment. Niet te verwarren met een persmoment. Nee, ja. En ik ging helemaal shaken en ik was helemaal in paniek. Het was echt een hele rare ervaring. En hoe voel je dat nou dan? Want je zegt dat was toen heel angstig allemaal. En ik was sowieso heel bang voor de bevalling. Nu, ik heb er nu bij wijze van spreken zin in. Omdat dat moment daar... Ja, daar kan eigenlijk niets tegen op. Dat moment dat je je kindje... Nou ja, jij was er zo bang voor dat het alleen maar mee kon vallen. En dat bleek ook. Je zei de dag erna al moet ik dit nog 10 keer doen. Dit is het nou, waard. Dat is wel heel veel, maar... Nee, maar jij zei, ik zou het morgen zo nog een keer doen. En ja. Terwijl heel veel vrouwen zeggen, oh, hell no, dit was het. Ja, elke bevalling is anders, ja, dat natuurlijk, is waar. Maar goed... We gaan het in ieder geval nog een keer doen. Dat kan niet anders. Dus en ja, ik sta gewoon veel relaxter in dit keer. En dat is een heel fijn gevoel. En wat gaat het worden? De meest gestelde vraag. En heel veel mensen die dan niet geloven. Dat wij het niet, echt weten niet weten wat het gaat worden. Maar we weten het echt niet. En is er wel een gevoel bij jou? Ik word alle kanten heen gesleurd wat dat betreft. Ik heb één keer een hele sterke droom gehad. En toen was het een meisje. Oh, ik dacht echt dat je nu zou zeggen, en toen was het een jongetje. En toen was het, nee. Oh, dan, oké. Nee, nee. We moeten wat meer gaan praten met elkaar. Volgens mij ben jij dit gewoon vergeten. Dat denk ik ook. Heb je het ervoor gekozen misschien. Maar... Ja, mijn gevoel neigt toch meer naar een jongetje. Omdat ik me anders voel en het is een andere zwangerschap. De baby is heel erg druk. Mijn buik ziet er anders uit. Ja, maar ja, het is op... Ja, maar al deze dingen zegt inderdaad niks. Want er zijn heel veel voorbeelden van vrouwen die dit precies hetzelfde zeggen. Twee totaal verschillende zwangerschappen, maar toch hetzelfde geslacht.
En jij hebt heel sterk jongetje, jongetje, jongetje. Sorry. Nou, ik heb één keer een hele... ik mediteer veel. En ik kwam een keer in een hele diepe meditatie. Trance-achtige situatie. En daarin voelde ik heel erg een jongetje. Was alles blauw en in die setting waar ik terecht kwam. Maar ja, bij Kiki wisten we het ook niet. En toen Kiki op de wereld kwam, waren we met z'n drieën aan het bijkomen. En pas na een paar minuten zei de verpleegster... willen jullie misschien ook weten wat het is? Dat was voor mij de bevestiging dat het niet boeit. Nee, en van dat moment hebben we ook foto's. Dat is ook zo bijzonder om te hebben en te zien. Dat je dat dus hebt vastgelegd. Maar goed, binnen nu en een paar weekjes... Mm-hmm. Komt het verlossende antwoord. Even een andere zijstraat. Ja, het wordt nu wel heel erg baby en zwangerschap, hè? Ja, maar ja, dat is ons leven op dit moment. Ja, dat is, dat is het zo. Afgelopen jaar geweest. En dat gaat het komende tijd ook zijn. Want over de komende tijd gesproken... Het is natuurlijk corona in de wereld... waardoor we allemaal niet weten waar we aan toe zijn. Wat wel en niet gaat mogen. In mijn geval... normaliter gaat er een heel drukke tijd aankomen, los van het feit dat ik opnieuw vader word. Januari staat in principe vol met Vrienden van Amstel. En aansluitend zo'n beetje begint de Nick en Simon en Garfunkel tour, bestaande uit 60 shows, die gewoon in de verkoop is. Gaat het? Ja. Wat gebeurt er? Wat gebeurde er? Ging eventjes over een zenuw heen. De baby. De baby. Ah, ik vind dat heerlijk. Maar het kan natuurlijk ook... om eerlijk te zijn, het zou me verbazen met al deze maatregelen op dit moment... dat er in januari 13 volle Ahoy's eraan staan te komen. En dat voelt als weer dat moedeloze gevoel. Maar het gekke is... Dat kan ik nu, door de fase waar wij in zitten, heel makkelijk naast me neerleggen. Maar ja, dan blijven wij gewoon lekker in onze bubbel. En dan ben ik heel veel thuis. En dan... Ja. Dus ik vind het... Maakt niet uit wat de wereld gaat brengen de komende tijd. Ik vind het allebei wel goed. Wij zijn inderdaad gewoon even in die soort van... We zitten al een beetje in die bubbel. Maar ja, dan zit je helemaal in je eigen wereldje. Ja. En dat is gewoon op dat moment het belangrijkste. Toch nog even, we hadden het nu even over corona. We hadden het over het feit dat ik ziek was op Ibiza. En dat we dachten, oh nee, als het maar niet corona is, want dan mag je daar even in een dag of 10 in quarantaine. Maar het is wel gebeurd. Ik ben 3 weken terug. Ja, wij waren allebei op een klein feestje. Ik iets langer dan jij. En, op een babyshower in Amsterdam. Ja. En we werden geappt de volgende dag. Een paar dagen later. Ja, kwam het nieuws tot ons van... Hey mensen, heel vervelend. Ondanks dat ik dubbel gevaccineerd ben en corona al heb gehad... blijk ik toch weer positief te zijn. En check of je symptomen hebt de komende tijd, was de boodschap. Nou, daar zijn... Van de 40 mensen zijn denk ik... Ja, er waren veel minder. Er waren iets van 25 mensen. Dus er zijn er zeker 10... aangestoken. Ja, aangestoken. Waaronder? Waaronder ik. Jij en ik niet. Pas 6 dagen later kocht ik een haringje. Want dat doe je op zaterdag. En ik dacht, ik had er zo'n zin in. En ik dacht, jeetje, zul je net zien dat ik nou geen goeie tref. Want ik vond hem gewoon niet zo lekker. En ik pakte daarna een schijfje augurk. En toen proefde ik het zure niet. Toen dacht ik, wacht even. Ik heb nu en geen zout en geen zuur. Ik denk dat ik even ga testen. Wetende dat dat feestje was geweest waarvan ik al had gehoord dat er een x-aantal... besmette gevallen waren. En toen bleek ik positief te zijn.
Ja, nou ja, ik was niet meteen... ik ben er gewoon niet zo heel erg bang voor. Ik ben 37 en fit. En dat kun je wel handelen normaliter. Als je de statistieken bekijkt. Jij schrok natuurlijk wat meer, omdat je zwanger bent. Jij testte, jij was negatief. Toen hebben we getracht wat dagen elkaar te ontlopen. Afstand te nemen. We hebben een groot huis waarin dat op zich kan. Ik sliep op zolder een paar nachten. Ja. Totdat jij 5 dagen daarna... Nou, we gingen eigenlijk Kiki ook kijken of Kiki... Want we zaten natuurlijk met z'n drietjes in huis. Ja, Kiki moest ook thuis blijven. En als Kiki veilig was, dan mocht ze op een gegeven moment ook weer naar buiten. Dus dat gingen we samen doen en... het was al 5 dagen of zo. Ik had meerdere keer al getest. Elke dag testte jij? Ja, en ik bleef natuurlijk uiteraard thuis. En eigenlijk deed ik het voor Kiki. Van kijk, zo moet je testen. Om te laten zien hoe het moest. En er kwamen echt binnen een paar seconden 2 streepjes. Dus die verwacht ik niet meer. En ik was wel eventjes... een klein beetje paniek en ongerust had ik. En, dat duurde niet lang. Nee. En het is ook mij ook heel erg meegevallen. Ja, ik had jij was er beroerder aan toe. Ja, in mijn geval was het... ik was een dag of 3... voelde ik me wel grieperig, lamlendig. Toen knapte ik op. Toen dacht ik, nou ja, hier had ik vooraf voor getekend. En toen, dat was het rare wat je veel hoort, toen 2 dagen daarna had ik eigenlijk mijn zwaarste dag. Ja. Was ik weer helemaal, lag ik plat, kwam ik mijn bed niet uit. Maar dat was het. En in jouw geval... Ik was heel erg moe, wel echt niet lekker hoor. En ik had echt geen energie en slecht slapen. Maar dat duurde... Wel een beetje grieperig. Een weekje ongeveer, ja, toch? Ja, klopt. En heel erg verkouden. Misschien hoor je het nog een klein beetje. Ja, ik vind dat dus ontzettend sexy. En echt geen smaak, geen geur. Is nog steeds niet helemaal terug. Bij mij duurde het een halve dag. Ja. De dag erna had ik gelukkig weer smaak terug. Maar ik wil dus ook eventjes voor de zwangere vrouwen die er bang voor zijn. Want ik had dat wel een beetje... was er wel een beetje bang voor. Omdat je best wel wat heftige, nare berichten hoort. Maar er zijn dus ook heel veel gevallen zoals ik... waarin het gewoon voelt als een mild griepje. Nou ja, de meeste gevallen. De meeste gevallen. Die hoor je jammer genoeg niet zo veel. Want nee, want negatief nieuws scoort. Dat snap ik, maar... dan vanaf deze plek de boodschap dat het ook anders kan. En dat vaker het geval is. Gewoon, het is een beetje een geruststellend woordje. So far corona afgevinkt, denk ik. Of wil je er nog meer over zeggen? Nee hoor, ik denk dat er al genoeg over gezegd wordt. Ja, dat denk ik ook wel. Dan blijft de toekomst... over, maar dat hebben we eigenlijk ook al wel besproken. Ja, over jongetje of meisje. Kiki die heeft de hele tijd geroepen, ik wil een zusje. Dat heeft ze wel een maand of 6, denk ik, geroepen. Zeker, heel erg lang. En op een dag vroeg iemand aan haar, wil je een broertje of een zusje? En ze sloeg om. Ze zei een broertje. En wij waren heel verrast. En dat hield ze vol. Tot op de dag van vandaag zegt ze, ik heb liever een broertje. Maar we zijn er inmiddels uit wat daarachter schuilt. Ja, we denken dat ze een beetje concurrentie voelt, hè? Ja, oh, fantastisch. Want dan... Ik ben al een meisje. Ik ben al een meisje, ja. Dus dan is het nu wel erg leuk als er een jongetje is, ja. Zegt ze. Ze voelt de nattigheid van, wacht even... nog een meisje, maar ik ben hier al het meisje. En ik denk dat ook wel meespeelt van dan is al, dat zijn mijn poppen,
Ja, maar dit zijn mijn poppen. En een jongetje speelt over het algemeen niet met poppen. Ik denk dat ik een broertje wil. Wij denken dat dat erachter schuilt. Ja, fantastisch. Ja. Super lief. Ja, ik... Maar de toekomst... we weten nu deze keer een beetje natuurlijk wat ons te wachten staat. Het eerste jaar met een baby vond ik heel heftig. Het ook onbeschrijfelijk mooi. Maar het is, hoe zal ik het zeggen, rommelig. Rommelig een weg vinden. En ik denk dat we het gewoon lekker over ons heen gaan laten komen allemaal. En we gaan ervan genieten en nog een keer beleven. Ik weet zeker dat ik er veel meer van ga genieten. De afgelopen tijd ben ik openhartig geweest op mijn Insta. Als je alle details wilt, check dat. Simon Keizer. Over hoe ik de geboorte van Kiki heb beleefd. Daar voelde ik weinig bij. En als je meer wilt weten, check die post. Dat gaat nu allemaal veel beter. En ik heb ook geen angst meer voor verantwoordelijkheid. Ik ben gewoon een heel ander mens dan toen. Dus ik heb er heel veel zin in. En ik denk dat... En ik moet zeggen dat ik voelde dat wel, maar jij bent wel echt, ook vooral de eerste periode, want dan ligt, of over het algemeen, vrouwen na een bevalling, lig je best wel in de kreukels. Nou, dat was in mijn geval ook enorm zo. Plus hormonen en alles wat erbij komt kijken. Maar toen heb ik dat gelukkig niet zo erg gevoeld met jou. Waar ik mee struggelde. Nee, maar dat was ook, ik wilde jou natuurlijk niet van die wolk af laten donderen. En uiteindelijk voelde ik van dit is wel het moment om in ieder geval te vertellen wat ik voel. Wat ik eigenlijk niet voel. Het was aan mij om dat op te gaan lossen. En dat gaat goed. Heel goed. Een andere man. Zo voelt het. Echt? Wel hoe jij... Ja, hoe jij bent en hoe je voorheen wel eens kon reageren en hoe rustig je nu bent. En ja, ik merk heel veel verschil in de oude en de nieuwe Simon. Ik ben er gewoon nog gekker op je. Ga je nou huilen? Even niet. Ja, dat trekt kijkers. Ga even janken. Nee, maar dat is alleen maar mooi hoe enorm je gegroeid bent. Dank je. Ik had iets meer tranen gehoopt. Dat komt straks. Keihard ben je. Ik denk dat dit... hoe lang zijn we bezig? Ik weet niet hoe lang die babymoon ertussen duurt. Maar volgens mij zijn wij qua gesprek dik een half uur bezig. Dat is meer dan voldoende, toch? Dat denk ik ook. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Laat weten in de reacties of dat zo is. Ik ben ook wel benieuwd naar jullie jaar. Want het is gewoon voor de hele wereld een gek jaar geweest. Wie heeft eronder geleden? Er zijn ook mensen die er gewoon niet zo heel veel hinder van ondervinden. Mensen uit de bouwwereld hebben over het algemeen wel hun werk kunnen doen. Vind ik wel interessant om te weten. En natuurlijk, ik zeg dat elk jaar, dan vragen ze naar de goede voornemens en zo. Die heb ik niet zo. Maar ik ben altijd benieuwd naar andermans goede voornemens, omdat je dan misschien denkt, hé, dat is wel een puntje van aandacht ook voor mij. Dus laat dat weten. Like de boel, natuurlijk, voor de algoritmes, dat we worden gevonden, dat het kanaal door die 20.000 abonnees gaat. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dus. Want dan ga ik door die 20.000 abonnees. Wil jij nog wat zeggen? Eigenlijk niet. Nee. Nou, gelukkig ga je eindelijk even je mond. Nee hoor. Bedankt voor het kijken.
Doei. Doei, doei. Wil je in jouw camera zwaaien? Oh. Doei. Doei.